Welkom bij deze nieuwe video op CycleClub. Vandaag heb ik wat nieuws voor jullie, namelijk Pro Cycling Manager 2016, zoals jullie hier kunnen zien. En vandaag gaan wij de eerste episode van Pro Cyclist starten. En we gaan dit gewoon met deze doen. Create the game. Dit is de eerste keer voor mij dat ik het spel speel. Dus we gaan zien of er veel is veranderd. We gaan gewoon lekker Cycling Club doen. Nathan Cycling Club, zodat wij dat lekker in beeld gaan zien. En wij komen uit. Laten we eens even een landje kiezen waar wij mooi een nationaal kampioenschap hebben. Maar toch niet heel moeilijk is. Maar wel leuk. Noorwegen, hebben die er een? Nou, ik weet het niet goed. We kunnen ook gewoon gaan voor Australië, dan zijn we lekker vroeg in het seizoen. We doen lekker de kleinste rennen ooit. Kunnen we lekker simpel, heerlijk. Lekker licht ook. Geen idee wat pilootziekte is, maar goed. Een mooie face is deze, lekker boos of zo. Of die. Ik ga denken toch voor deze. Ja, doen we deze. Nou, we starten gewoon op 19 jaar. En laten we eens kijken, wat worden wij? Stage race is wel mainstream, maar het is wel het leukste om te doen, vind ik zelf. Climber, ja, dat kun je alleen de tijd rijden en heb je één stat beter in mountains, dat is ook niet geweldig. Time trial is op zich wel leuk. Sprinter, nee, puncher. Ik vrees dat ik dan toch voor de man stage race ga en dat ga ik ook doen. Ik zie jullie, gaan we eens kijken welk team wij kunnen gaan kiezen. Androni, United Healthcare, gaan we even terug, even cheaten, het spijt mij, Drapak. Ja, mobiel. Gaan gewoon voor ARM mobiel. Ik zie jullie bij de eerste Cyanide Cup. Doei. We zijn inmiddels aangekomen bij de eerste Cyanide Cup. En we gaan proberen in de aanval te gaan als zij deze instructies geven. Leuk gedaan hebben ze dit met interview Barbero, Zoom on Napolitano, de sprinter. En ze stippen aan als favoriete Gerald Ciolek, Pozzato, Kenny de Haas, Carlos Barbero en Gaetan Biel. En dit, ik zie jullie in de race. Tot daar. Zoals je ziet moet ik in de breakaway gaan en als lang als ik kan volhouden. Onze leader outsider is Regina en we gaan eens kijken of wij in de breakaway kunnen komen. Ik zie jullie als ik erin zit. Doei. Jullie kunnen zien, zit ik in de vlucht van de dag samen met Jakin, met Berden de Vries, Savitsky van Rus Velo en met, wie hebben we hier? Dit is Janssens met Wochter. Met Draperi, met Anjolski, met Yamamoto, met Arimon en Neuhauser. Vandaag heb ik een plus 3 vorm van de dag. Dat is mooi, want zo kan ik toch weer een beetje meer gaan doen in deze etappe. Ik zie jullie als er wat leuks gaat gebeuren. Tot daar. Hallo mensen, welkom terug in de race. En zoals jullie kunnen zien, rijd ik gewoon op kop. Ik ben net gereden uit het resterende peloton. En ik heb al gewoon 1 minuut met nog maar een aantal kilometers te gaan. We gaan onze energy gel gebruiken en gaan wij eens kijken of wij dit kunnen gaan winnen. 83 moet kunnen, 79, laten we gewoon 80 gaan. We hebben een anderhalf minuut, dit moet toch goed komen, het lijkt me toch gewoon binnen. Even keer twee, anders duurt het zo lang, 5 kilometer nog en wij gaan gewoon deze rit winnen. Dat kan ik jullie alvast vertellen. Cycling Club gaat de eerste Cyanide Cup winnen voor zijn team Adria Mobil, de Australiër. En misschien kan hij morgen hetzelfde gaan klaarspelen op het Australisch kampioenschap. Wie weet, pak nu zelfs 2 minuten. Wat doen ze daarachter? Helemaal niks, zou je denken. We gaan het zien. Cycling Club in de laatste kilometer gaat er nu maar gewoon voor sprinten. Woe! En nu is hij toch echt dood. Maar hij juicht en hij wint de eerste Cyanide Cup. Jawel. Kijken wie er tweede gaat worden. Ze liggen ver achter hoor. Zoals jullie kunnen zien hebben we hier ook de tijdslimiet 46 minuten. Dat is toch ook wel handig om te weten. En hier sprinten zij. Wordt onze kopman nog goed of niet? Het is Ciolek, de Haas. Het lijkt Pozzato te worden die tweede wordt. De Haas, derde. Gielcher zit ook goed van voren. Of het is Fate. Fate wordt zevende. Dat is mooi. Goed resultaat voor Team Adria Mobil. En ik zie jullie bij de volgende rit. We zijn meteen level 8 en wij worden een slechte upgrade, dat komt waarschijnlijk omdat het zo snel is gekomen. Toch zijn we weer iets beter geworden en alweer op de helft van level 8. Ik zie jullie morgen voor de volgende keer.
tot daar.